Gal een half ei op het scherp van de snee is een tentoonstelling rond kunstenaar Gerard Alsteens, huiscartoonist van KNAK. Gal tekent nu al 50 jaar en dat wordt gevierd. De reizende tentoonstelling bestaat uit meer dan 100 tekeningen en schetst een mooi beeld van de politieke geschiedenis. Wij spraken met Gal in het Vlaams parlement op de laatste expositiedag. Heel veel cartoonisten, en ik noem mijzelf daardoor geen cartoonist, die willen alleen een grap maken. Willen snillens iets om te lachen. Bij mij is dat niet zo. Ik ben ook, en dat heeft toch wel daar ook mee te maken, opgeleid als schilder en graficus. En ik wil een idee gewoon voor 90/100, laat staan bijna 100/100, in beelden uiten. Als ik zo overloop, de morgen, de standaard, alle andere bladen, die hebben meestal cartoonisten waar het alleen maar om de grap gaat. En ik ben daarin verschillend. Bij mij heeft het dikwijls ook met een serieus te maken. Met ook dat ik verbolgen ben, dat ik ook iets wil uiten dat op mijn lever laat staan, op mijn gal ligt. Gal heeft eigenlijk al van in het begin, zijn cartoons waren altijd zeer maatschappelijk geladen. Het was nooit geen vrijblijvende humor, het was eigenlijk altijd de vinger op een probleem leggen. En in die tijd, laat ons zeggen, en dan spreek ik van de jaren 70, de jaren 80, waren er nog niet zoveel partijen die dat deden, of toch zeker niet zo openlijk. Ik heb een status, zoals men dikwijls zegt, en ik heb mij dat ook al aangemeten, namelijk dat ik journalist ben. En een journalist die moet toch wel ook een soort objectiviteit nastreven, wat ik ook betracht. Maar het is wel langs mijn filter om en mijn filter die is linksgericht. In het Vlaams parlement zit de tentoonstelling erop. Maar Gal, een halve eeuw op het scherp van de snee, reist in 2011 door het land. De tentoonstelling houdt volgend jaar halt in onder andere Antwerpen, Gent en Leuven.